Goedemiddag iedereen en welkom op dit webinar. In dit webinar gaan we weer een nieuw aandeel gaan bespreken, of gaat Tom weer een nieuw aandeel bespreken, namelijk het Silver Corp Metal aandeel. Dit aandeel kan u uiteraard via Freestocks verhandelen. En het grote voordeel bij Freestocks is dat u dit aandeel, maar ook alle andere Amerikaanse aandelen en opties, commissievrij kan verhandelen. Dus een zeer mooi aanbod. U kan dit zowel op eigen houtje, dus een zelfrekening of een zelftreedrekening, maar u heeft ook beheerde rekeningen. De Nasdaq 100 aandelen of de Nasdaq 100 stockbox of de AI stockbox. Dus een zeer mooi ruim aanbod bij Freestocks. En nu laat ik het woord aan Tom, die zijn aandeel zal bespreken. Ook via het website of via de platform van Freestocks. Ik geef u eventjes het beeld, Tom. Oké. Dat is mooi. Ik heb hem nog niet. Ja, daar is hij. Hartstikke mooi. Dankjewel, Evelien. Is dit aandeel koopwaardig? Nou, daar ga ik het dus nu over hebben. Dit aandeel heb ik besproken afgelopen dinsdag, want ze zijn bezig om een bedrijf over te nemen en daar zat nogal wat voeten en haken aan, hoe zeg je dat? Nou ja, goed. Er zat nogal wat aan dat het niet door zou gaan, maar alle vergunningen zijn rond, dus dan kan het alsnog doorgaan. Dan moet ik even kijken, ik weet, is mijn beeld al zichtbaar, de Silver Corp Metals, of ben alleen ik zichtbaar, Evelien? Nee, alles is zichtbaar. Dus zowel het beeld als jezelf. Ah, want ik zie mezelf heel groot op mijn tweede scherm, maar ik had zoiets van, hé, ben ik dan alleen maar zichtbaar? Nee, heel goed. Silver Corp Metals is een bedrijf uit Canada. Dat is eventjes van belang. Het is 700 miljoen dollar waard. En de koers-winstverhouding is 15,7. Het is een zilvermijn, maar ze heten niet van Silver Corp Metals. Ze hebben ook andere metalen. En dat is wel van belang om daar ook even rekening mee te houden. En dit aandeel, ja, ik denk dat het interessanter wordt. Want ze hebben die overname nu die doorgaat. En ze zitten in een heel interessante markt. En dan wil ik eventjes verder gaan kijken met jou naar een presentatie die ze zelf hebben uitgegeven. En dat is dit. Hier gaan we eventjes zien. Ze hebben een productie gehad van 100 miljoen ounces zilver en 1,3 pounds of lood en zink. En ze zien daar een winst van, met 520 miljoen dividend. Maar dat is dan vanaf die mijns, vanaf de start. En dividends hebben ze al meer dan 200 miljoen uitgegeven, share buybacks en dergelijke ook. Als je dan ziet wat ze nu hebben, dan is dat mining assets 377 miljoen, cash 185 miljoen, geen schuld, dat is ook wel belangrijk. En ze hebben nog mining equities, dus aandelen in andere mijnbedrijven. Ook dat is toch wel interessant om dat te weten. Nou, ze willen organisch groeien, dus vanuit eigen organisatie, maar ze zijn ook bezig om te kijken van kunnen wij belangen nemen in andere bedrijven die aan het groeien zijn, zodat ze dan meegroeien. Of kunnen ze andere bedrijven overnemen en daar zijn ze mee bezig. En het is ook om wereldwijd wat breder te worden. Want hun belangrijkste operaties zitten tot nu toe in China. Dan denk je, oh, dat is gevaarlijk. Nou, Canada heeft natuurlijk een heel vriendelijke relatie met China. Veel betere relatie dan bijvoorbeeld de VS heeft. Dus in die zin is het niet zo raar dat ze in China zitten. Het voordeel is, ze halen het uit de bodem in China en ze kunnen direct ook aan de klanten verstrekken dat wat ze eruit halen. Want China heeft behoefte aan lood, aan zink, aan zilver. Dus in die zin is het helemaal niet zo gek dat ze daar zitten. Dat is eigenlijk heel gunstig. Het maakt ook dat ze hun kostprijs daar door ook wat lager kan liggen. Gaan we verder kijken. Nou, je ziet dan dat ze met van alles en nog wat bezig zijn in China. Kan je zelf ook gaan kijken. Dus ik ga hier even wat sneller doorheen. Maar ze hebben dus verschillende projecten waar ze dus mee bezig zijn. We noemen het nog steeds een zilvermijn. Maar het moet eerlijk zijn dat dat niet zo zilver is. Als je ziet bijvoorbeeld de El Domo die ze nu willen overnemen. Dat zit in de Adventus overname. Dat is dan het bedrijf dat ze willen overnemen. Dat is 50% koper. En dan 15% zink, 28% goud en dan zilver maar 7%. Dus je ziet al dat dat zilver was natuurlijk voor hun, toen ze begonnen, een heel belangrijk iets. En dat wordt allemaal wat kleiner. En dat geeft helemaal niets, maar
dat is wel even een punt. Het is geen zuivere zilvermijn meer. Ik denk dat dat positief is, want het maakt ze minder afhankelijk van één dingetje. Nou, je ziet hier van alles Noord, kan je allemaal naar gaan kijken. Ja, ze zijn ook hartstikke sociaal, vinden ze zelf. En ze zijn ook ISO gecertificeerd. Allemaal prima. Daar kan me allemaal niet zo enorm druk over maken vanuit beleggingsoogpunt. Wie zit er dan in? Nou, Van Eck Associates. Waarom zitten hier de grote Amerikaanse fondsen niet zo groot in? Ja, omdat het Canadese bedrijf is. Dus dat moet je je wel realiseren. Maar je ziet ook, hier is de verdeling. Waar zitten de aandelen? Instituten hebben 29%. Retail investors zoals jij en ik 66%. Dit is natuurlijk een klein bedrijf. En dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Het is geen nadeel dat er veel retail investors in zitten. Maar ja, het maakt wel dat je iets meer bewegelijkheid hebt. En dat gaan we zo meteen zien. Nou, dan weet ik niet of ik hier nog veel verder in moet kijken. Maar je ziet, er zijn een heleboel gegevens. Allemaal hartstikke leuk. We gaan eventjes kijken naar hier de statistieken. Koerswinstverhouding dit jaar 15,7. Volgend jaar wordt gezien op 11. Nou, dat is dan gunstig. Helaas is er geen PEG-ratio beoordeeld. Als we kijken naar profitability, profit margin 16,8. En operating margin 20,8. Nou, dat zijn gewoon mooie cijfers. Return on assets 5,6 is laag. Maar ze zijn nog steeds bezig met aankopen en uitbreiden. Return on equity 8,44. Ja, ik heb graag boven de 15. Maar daar is dit het aandeel niet naar. Omzet 215 miljoen. Ja, dat mag wel verder groeien. De kwartaalgroei is 25%. De earnings growth, ja, dat is extreem. 252%. Daar heb je dan niet zo heel veel aan nu. Ze hebben aan cash, daar hebben we net al gezien, 184 miljoen. En ze hebben aan schuld 1,3 miljoen. Nou, dat is dus eigenlijk geen schuld. Dat stelt niks voor. Een vrije kaststroom van 13,6 miljoen. Dat is positief, heel goed. Ze keren dividend uit, maar dat rendement is 0,8%. Vind ik helemaal niet erg. Want dat houdt ze in ieder geval scherp op het feit dat ze cash moeten hebben. Dus dat is allemaal mooi. Ze kan veel hoger, maar laten ze dat geld maar gebruiken om die acquisities te doen. 12,5% van hun winst gebruiken ze om dat dividend uit te keren. Er is een shortpositie, bijna 1,6%. Dus er zijn beleggers die hier toch negatief over zijn. Ja, oké, dat komt voor. Nou, dan de houders hebben het net al eventjes over gehad, maar ik laat het nog eventjes hier zien. Je ziet dan toch die van Eck 4,9. Maar ook de beleggingsfondsen zitten daarin. Want ja, die hebben natuurlijk fondsen die juniors en zilvermijnen hebben. Insider transacties, dat is interessant. Want we zien daar dat de opties die worden gegeven aan management worden uitgeoefend, maar de aandelen worden niet verkocht. Dus dat is positief. Men houdt de aandelen in eigen hand. Dus dat is goed dat de managers niet aan het verkopen zijn. En ja, mag ik alleen maar blij mee zijn. Analisten, het zijn er niet zoveel, 4 stuks. En die zijn neutraal 90 dagen geleden en nu is gelijk. Voor volgend jaar ietsje minder positief. 0,4 was nu 0,3. Ja, oké, kan gebeuren. Niet echt een punt van zorg. Financials, en dan vind ik met name de omzet, die is van belang. Ja, die blijft een beetje rond die 200.000. 200.000, en zo'n 200 miljoen is dat dan. Nou, een keer 1000 is dit altijd. Hè? Al nummers in thousands. Dus die blijft rond die 200 miljoen schommelen. Ja, dat heeft te maken onder andere ook met de prijs voor zilver. Maar ook het feit dat dit natuurlijk nog een relatief jong bedrijf is die nog aan het kopen en groeien is. De laatste tijd gaat het ietsje beter, maar we hebben in 2022 een beter jaar gezien dan waar we nu zitten. Dus in die zin is dit niet een punt die zegt van wow, dit klapt er even positief uit. Dat niet. Dit is op dit punt. En dan heb ik nog niks gezegd waarvan ik zeg, oh, dan moet je echt gaan kopen. Dus dat wil ik wel eventjes gezegd hebben. Dan gaan we even naar Freestocks. Ik ga hem even bevestigen, ik zeker weet dat hij niet weggaat. En hier heb ik de koers vanaf 2022. Start 2022. Ik heb een aantal lijnen getrokken. Die bovenste lijn die geeft goed aan. De top ligt iedere keer net boven de 4. Dan is die zwarte lijn hier. Ik neem aan die zwarte is, ik ben kleurenblind. Op 3,15, dat is de huidige koers. Daar net onder hebben we net een bodem gezien. En dat was hier een top. Dat was hier ook min of meer een top. Ik vond het genoeg om te zeggen, hier een mokkenbodem. Om te zeggen, van ja, daar ligt toch wel even een steun.
Dus zou je de aandelen kopen, dan is net onder de 3 is die stop los. We staan nu 3,15, dus die zitten er vrij dicht op. En dus dat is dan ook, ik vind dat ook positief. Want je kan dan, ja, je kan wel heel veel verliezen als die in één keer naar beneden stort. Maar normaal gesproken, in een gewone beurs zou je niet zo heel erg veel kunnen verliezen als die er dan onder gaat. Nou, waarom zou je daar naar kijken? We zitten nu ongeveer op de helft van ook de uiterste. Want als we over de bodemzoekerlijn trekken, dat is rond 2, 2,10. Ja, dan zie je dat daartussen, ja, daar zitten we eigenlijk net middenin. En daar hebben we net een dipje gezien. Dus als je zou instappen en je verwacht dat het gaat van nu weer omhoog, dan weten we dat rond die 4 dat er weer uit zou moeten normaal gesproken. Want ja, dat blijkt toch wel een stevige weerstand te zijn. Je staat nu op 3,15, geeft toch een aardige potentie, terwijl je de stop los er net onder kan leggen. Dus het verlies, als het eventueel mis zou gaan, we hebben nu een wat volatiele beurs, dan kan je het verlies beperken. Denk ik van ja, dat is interessant. Dit is de aandeel wat ik zelf heb, waarvan ik overweeg om nu dus inderdaad ook zelf daarbij te kopen. Juist omdat er nu wat positief nieuws is, omdat die Ecuador-overname, dat die door kan gaan. Dan heb ik zoiets van, ah, dan zou dat toch wel interessant kunnen zijn om eens even een stapje te nemen, aandelen te kopen, maar met de intentie om er rond de 4 eruit te zijn. Dus ik ga er weer voor zorgen dat hier bij die top daadwerkelijk dat hij weer omlaag gaat. Dat ik ben iemand die dan uitstapt. Want dan zeg ik van, dan pak ik gewoon de winst op dat punt. Ik heb dan 30% winst. Vind ik voldoende om dan weer weg te zijn. Echt in het momentum. Als je zegt, ja, ik wil dit voor de lange termijn. Ja, dit is geen aandeel voor de lange termijn. Als je dit zo ziet. We praten hier over ruim 2 jaar die je hier ziet. Je ziet dat die top daar ligt. Je ziet waar die bodem ligt. Ja, welke lange termijn wil je dan naar kijken? Want wanneer verwacht je dan dat hij erdoor gaat? En het kan zijn dat ik later boven de 4, dat ik zeg, ah, ik stap weer in. Dat kan, maar dan heb je die doorbraak gehad. Dan is het een heel andere situatie. Maar ik ga niet in deze aandelen blijven als ze bij deze weerstand gaan komen. Daar mag een ander dat risico nemen. Ik kom dan weer terug op het moment dat we daarboven zitten. Dus zo sta ik erin. Het is zo dat ik hier naar heb gekeken. Het is op dit moment geen koopmoment als je kijkt naar de indicatoren. Dat kan. Hè. Er zijn soms momenten dat ik zeg, van, ja, daar heb ik dan even lak aan. Ik kijk nu even, ze zijn in het nieuws. Die overname komt eraan. De zilverprijs gaat lekker. De beurs is in onrust. Ja, dan durf ik dat wel aan als trading. En als trader kijk ik dan niet zozeer naar dit soort dingen. Als ik dan denk van ja, nieuws is interessant. Heel veel mensen reageren erop. Nou, dan ga ik daar een keertje in. Dat is dus heel veel beleggers en analisten zullen zeggen, ja, maar waarom dan niet technische analyse kijken? Ja, niet altijd. Dat is een keuze. Beleggen heeft ook alleen maar zin op het moment dat anderen het oneens met je zijn. En dat is altijd een koper en een verkoper. Dus je bent het fundamenteel compleet oneens met elkaar. De een denkt, ik moet er vanaf. En de ander denkt, ik moet ze hebben. Nou, dat zie je dan. Dat je ook met je eigen uitgangspunten kan zeggen, ja, ik ga nu eens een keer het anders doen als dat ik het normaal doe. Normaal kijk ik, is er al een momentum? Nu zeg ik van, ja, maar ik vind het juist zo interessant. Omdat hier dat risico beperkt is. Dus zijn er vragen, Evelien? Nee, ik heb geen vragen. Oké, okay, nou, dan wou ik het voor nu bij laten. Wij zijn er over 2 weken weer met een analyse. Dus dan hoop ik te zien over 2 weken. Dank voor het kijken. Evelien, is voor jou. Oké, okay, perfect. Hartelijk bedankt, Tom, voor uw analyse. Zeer interessant. Inderdaad, zoals Tom gezegd, we zijn er over 2 weken terug. En voor een nieuwe aandelenanalyse. Alvast een fijne namiddag, fijn weekend. En tot de volgende keer. Dag. Hallo.